guys. Toilet here. It's for a squat. Toilet review, toilet review. Good morning. Welcome back to my channel. Ik ben Ashina. It is so heet hier. But I made it na 36 uur reizen. We gingen van Venlo naar Brussel. We kwamen aan in Frankfurt, want we hadden een overstap daar. En toen moesten we van Frankfurt naar Shanghai. We zijn van Shanghai met een busje naar Xinjiang gegaan. En dat duurde 6 uur lang. Echt van deur tot deur. Heb ik gewoon 36 uur gereisd en gewoon maar 3 uur geslapen in totaal. It was killing, but we made it. Het is mijn eerste keer China. Besef. What the hell. I'm excited. En ik weet niet hoeveel ik kan filmen. Ik hoop dat ik toch nog iets van de vlog in elkaar kan zetten. So, hope you enjoy. We zitten dus met mijn opa en mama thuis. We hebben zelfs een lift in huis. En 6 verdiepingen. We wonen nu op de eerste verdieping. Maar de rest van het huis is dus gewoon helemaal leeg. Wacht, ik ga het even laten zien. Dus dan loop je dus zo naar boven toe. En dan zit de tweede verdieping afgesloten met plastic en zo. Een beetje creepy. Typhoon weather be like. Oh, oh shit. Oh shit, zwembad. Kijk de scooter daar. Het is 9 uur 's ochtends. We hebben ons klaargemaakt en gaan nu richting de stad toe. Ik heb geen idee hoe dit restaurant heet. Kom maar, let's go. Ik wist niet dat het zo nat zou worden. Ik dacht, ik ga in een kanobootje zitten en dan paddelen en peddelen. Maar gewoon zo'n schepje om water uit de boot te halen. Elke keer zo'n beetje zo laag ging, zo nat geworden. Ik heb geen andere auto bij. Ik zie echt uit als een tokkie, bro. Wow.
planning van vandaag? No clue. Oh my god, first day sun. What? Het is echt de eerste dag in de 5 dagen dat ik hier ben. Tot zon schijnt in China. What a blessing. Or a curse. Als het dadelijk verkeerd wordt. But it's better than rain. Oh no, super sad. We zijn meer dan 40 minuten gereden. Om die brug te bezoeken daar boven. Alleen gingen dus uit van een tyfoon. En we zijn niet eens werknemers, dus we kunnen niet aan de overkant komen, helaas. Ja, nu zijn we dus beland bij een ski indoor. We gaan skiën. Super random. Snowboarden. This is gonna be interesting. Are you ready? Oké, het is 1,5 jaar geleden dat ik voor het eerst heb geskiet en gesnowboard. En ik dacht, laat ik snowboard kiezen. I don't know, went through my mind. Het gaat ook niet zo goed, want elke keer val ik. Maar het is wel leuk. Guys, let's go. Pray for me. Mila. I suck at this. Van alle keren dat ik er vanaf ging, dus 2 keer zonder te vallen naar beneden gekomen, maar de rest van de keren of voorover of achterover gevallen. Ik denk dat mijn knieën helemaal omhoog blauw zijn. Al deze restaurantjes zijn zo random. So this is a rocky road. I'm gonna tell you, it's hot. It's so hot. Guys, ik ben gewoon drenched. Ik wist niet dat het zo erg zou zijn. Het is erger dan de stermast in de basic. Kijk, de waterval op mijn neus. Heftig. Mimi kan niet meer. Dit lijkt een beetje op een ghost town. Wel een beetje creepy. Suffer. Liesje. Waterval 1. Waterval 2. Moet bang? Oké, wait, this is dangerous, wait. Het is echt lekker. Passief vrucht zit hier voor mij in. En super zoet. Als je hebt zo'n mini burgers. Alle broodjes hier. Ze zijn altijd een beetje zoet. Niet gewend, vind ik niet zo lekker. Ik wil het buurt verkennen. Terwijl mijn oma het ziekenhuis in bloedprik is. Dit zijn mijn opa en oma's eenden, kippen. Het stinkt zo erg.